Hoi, ik ben Joost Karhoff, presentator bij Nieuwsuur, bij de publieke omroep dus. En bij die publieke omroep maken we, en ook bij de commerciële overigens, ontzettend veel onderwerpen natuurlijk. Nieuwsonderwerpen over heel veel uiteenlopende onderwerpen. Die kun je ook terugvinden, maar meestal één voor één en dan ga je specifiek op zoek naar iets. Maar hoe mooi zou het zijn als je een app hebt waarmee je bijvoorbeeld alle uitzendingen van Nieuwsuur over een bepaald onderwerp kunt terugvinden of überhaupt alle uitzendingen die gemaakt zijn over een bepaald onderwerp. De vluchtelingencrisis, waar we nu ontzettend veel aan doen. Daar doet alleen Nieuwsuur al heel veel aan. Maar natuurlijk ook één vandaag. Natuurlijk ook Brandpunt, het NOS-journaal, de radio, RTL 4, het RTL Nieuws. Hoe mooi zou het zijn als je een app zou kunnen hebben waarbij je specifiek kunt zoeken op de vluchtelingenonderwerpen die we hebben gemaakt. Die alle verschillende actualiteitenrubrieken hebben gemaakt. Misschien ook hoe Nova, de voorganger van Nieuwsuur, dat in het verleden heeft aangepakt. In de jaren 90, toen er ook een vluchtelingencrisis was. Als je dat allemaal zou kunnen vinden met een app, met een makkelijke zoekmachine. Dat je alles over dat onderwerp bij elkaar kunt vinden op een hele makkelijke manier. Dat zou toch heel mooi zijn. Dat kunnen jullie doen, want jullie kunnen dat. En wij maken de onderwerpen en jullie moeten zorgen dat er een goede app voor komt, zodat we makkelijk en op een goede manier kunnen zoeken en goed de informatie bij elkaar kunnen vinden. Dus meld je aan om die app te bouwen, om erover na te denken op 14 november, de hackathon bij de NPO.